En je thuis Grand Prix, hoe kijk je terug op deze wedstrijd dit weekend? Nou, we hebben eigenlijk de weken voorafgaand al heel weinig kunnen trainen. Ik ben in Thailand, ben ik eerste mandje hard gevallen en een tweede mandje nog een keer. En ik heb drie echt zeer slechte weken gehad. Ik heb maar twee keer kunnen rijden voor deze Grand Prix en dat is verre van een ideale voorbereiding, denk ik. Dus eerste mandje ben ik dan nog te val gekomen in de eerste ronde en ging het rijden ook voor geen meter. Dus een 13e plaats. Tweede manje daarentegen ging een stuk beter. Rijden ging meteen goed en ik deed op het begin gewoon lekker mee met de jongens. Hele manje op de vierde plaats gereden, al twee ronden voor het einde. Begon redelijk moeten worden en dan speelde mijn ribblessuur ook een rol daarin. En ik begon fouten te maken en ik kon niet meer diep genoeg ademhalen. En waardoor er nog drie mannen in één ronde voorbij kwamen. En dat is toch wel jammer. Of als je nou vierde eindigt of zevende, is het toch weer een groot verschil. Maar uiteindelijk de schade goed beperkt gehouden, denk ik. En, maar weer sterker terugkomen in twee weken in Argentinië. Als je last hebt van de stel ribben, is dit een heerlijk parcours, zou ik met enig cynisme zeggen. Hoe merkte je dat in de eerste manche? Ja, de eerste manche viel eigenlijk nog wel mee, omdat de baan heel erg langzaam was. En dan kun je niet... Door de hevige regenval ook, ja? Door de hevige regenval. En dan kun je gewoon niet zo hard pushen als waar je normaal gewend bent. En de tweede manche was daar wel weer zo. We konden volle bakker tegenaan gaan. En dan spelen mijn ribben gewoon een rol daarmee. Hoe bevalt het verder, de overstap, KTM? Ja, heel goed. De mensen zijn echt heel goed voor mij. Ze doen alles wat ik nodig heb. En ik kan er eigenlijk zo weinig slechts over zeggen. Ze zijn echt een heel fijn team. En ik voel me eigenlijk ook heel fijn met de mensen om me heen. En dat is toch wel belangrijk dat je eigenlijk ook gewoon lekker voelt in een team. En met mijn eigen monteur nog steeds mee. En dat speelt natuurlijk ook een rolletje. We hebben vertrouwen in elkaar. En ik heb vertrouwen in het team. En ze hebben vertrouwen in mij. Dus... dat is gewoon heel mooi. Je gaat zeker weten nog genoeg punten sprokkelen. Nu de oceaan over, wat zijn de komende ambities? Ja, we hadden vooraf van het seizoen opgesteld om zoveel mogelijk wedstrijden sowieso in de top 10 te eindigen. En toch wel langzaamaan naar die top 5. Hier en daar misschien nog een podiumplaatje mee kunnen pakken. En wie weet nog wel een Grand Prix overwinning. Maar zoals ik al zei, het zat er op het moment zat er nog niet in. En dat wisten we van tevoren. Maar we gaan er nog flink tegenaan dit jaar. Twee weken Argentinië, dan voelen de ribben weer normaal. Heb je weer genoeg kunnen trainen en sta je weer op volle oorlogsterkte aan de meet. Ja, normaal staat voor ribben een week of zes. Dus ik hoop dat ik van de week nog twee weken flink kan gaan trainen, zodat ik weer volle sterkte ben.